Twee mannen overvallen een opslagplaats en stelen daarmee genoeg wapens om een oorlog te ontketenen. De twee starten een handeltje op de zwarte markt, waar criminelen als vliegen op de stroop op afkomen. Kort daarna verandert de stad in een bloedbad, waaraan de lopende band moorden worden gepleegd. Special Agent Bryant en luitenant James Long hebben de opdracht de totale anarchie tot een einde te brengen. De actiefilm Kill Point, straks op 5. Vanaf maandagavond start RTL 5 een nieuwe themaweek met bestemming Amerika. 5 dagen lang 5 films over 5 Amerikaanse steden. Maandagavond 3 korte verhalen in New York Stories. The lion, baby. You got your own room, studio. Life lessons that are priceless. I don't have to sleep with you anymore. In Life Lessons, de eerste korte film, dreigt de relatie tussen kunstenaar Lionel Bodhi en zijn vriendin Paulette op de klippen te lopen. De gefrustreerde Paulette twijfelt aan haar eigen artistieke capaciteiten. Just tell me if I have any talent, or if you think I'm just wasting my time. It's not about talent. It's about no choice but to do it. Nick Nolte en Roseanne Arquette in Martin Scorsese's Life Lessons. Daarna de tweede korte film, Life Without Zoe. Did you know that flute playing was once banned by law? It was banned because it was so beautiful that all the virgins fell in love and got themselves seduced. Een klein rijk meisje woont noodgedwongen in een hotel in New York omdat haar ouders de hele wereld rondreizen. Een film van Francis Ford Coppola. I'm 50 years old. I'm a partner in a big law firm. You know, I'm very successful and I still haven't resolved my relationship with my mother. You know, I had a dream the other night that she died. Dan Woody Allen met een Oedipus complex. A great weight has been lifted from my shoulders and my sex life has never been better. In de korte film Oedipus Rex. Dinsdagavond de speelfilm Made in LA. Vincent, we've got a bad one. 3 down. Dead? Yep. I want this crew. I want them before they score again. Can I borrow your pen? Sure thing. Who's on to us? LAPD, county, the G, who? You know what he's looking at? I know what he's looking at. Us. De keiharde detective Hannah, hoofd van een politieafdeling in Los Angeles, krijgt de opdracht een aantal moorden te onderzoeken. Tijdens dat onderzoek duikt de naam van bendeleider Patrick McLaren op. Een klopjacht op de hoofdverdachte wordt geopend in Made in LA. Woensdagavond zijn we terug in de stad New York met de speelfilm Over the Brooklyn Bridge. This is it. How much is it going to cost? Only 379,000. Een Joodse restaurateur uit Brooklyn wil met een lening van zijn oom een nieuw restaurant openen. You got what you want, all right? Yeah? Now I'm going to tell you what I want. Uh-oh. Leave her. But I love Elizabeth. She's not Jewish. Willie, I have so little in common with you. Verschillen in religie drijven deze twee uiteen in Over the Brooklyn Bridge. Donderdagavond Chicago Story. Een 10-jarig meisje is het slachtoffer van een lafhartige aanslag. 2 entry wounds in the body. Everything else went in the wall. Onduidelijk is wie het gedaan heeft. My daughter was shot, Mr. Ryan. A bullet lodged in her brain. God. Shot. Een man wordt ten onrechte beschuldigd. Just freeze! I didn't shoot that little girl. No, there's nothing I can find that makes me believe he shot that little girl. Politieagent Tony gaat op zoek naar de ware dader in Chicago Story. Vrijdagavond de speelfilm California. You have no family? So, why don't you come with me? I guess you're Willie's sister. Bounty hunters will always exist. So will murderers. Een man komt na een gevangenisstraf vrij en ontdekt dat een premiejager zijn vriend heeft vermoord en diens zus heeft ontvoerd. I don't find that girl, there's gonna be a price on my head. For having murdered you. Vergeldingsacties en wraakgevoelens in de speelfilm California. RTL 5 neemt u mee op rondreis door Amerika. Maandag 3 korte verhalen in New York Stories. Dinsdagavond keiharde actie in Made in LA. Woensdagavond de speelfilm Over the Brooklyn Bridge. Donderdagavond Chicago Story. En vrijdagavond besluiten we de week met California. 5 steden staan centraal in de komende themaweek. U gaat bestemming Amerika vanaf maandagavond 5 dagen lang op 5. Zondagavond gaan de Formule 1-teams weer de grote plas over. Dit keer naar Canada. Daar ligt op het mooie Île de Notre-Dame het circuit Gilles Villeneuve. Zal Damon Hill zijn geluk van Barcelona kunnen voortzetten? Of zet Schumacher voor de 5e maal de overwinning op zijn naam? De Grand Prix Formule 1 van Canada, zondagavond om 19:30, live bij RTL Sport.